Wij zaten te eten en toen wilden we eigenlijk net aan ons bordje sla beginnen. En toen hoorden we brandweerauto's. Daar ben ik natuurlijk nieuwsgierig, dus ik ging met de hond erheen. En toen zag ik daar de vlammen eruit slaan. We zagen meteen geen hand meer voor ogen. Binnen 10 minuten was dat gebeurd. En toen was er eigenlijk paniek, maar toen dachten wij, we blijven binnen. Doordat we enorm gebonk hoorden op de deuren. En toen bleek de brandweer daar te staan. En die zegt, u moet eruit, ogenblikkelijk. En die heeft mij, mijn man is voorgegaan en die heeft mij mee naar beneden genomen. En toen zijn we in de ambulance, hebben we zuurstof gekregen. We zijn allemaal hier bij het zonnecentrum neergezet. Want we moeten wachten tot de gemeente kijkt of het veilig is of we terug kunnen komen. Maar in ieder geval hoorde ik binnen dat de televisie in de brand is gevlogen. En die meneer is alleen, die is al wat ouder. En ja, we weten niet precies wat er gebeurd is. Maar het was de tv, zeiden ze.